De bruine vlootschipper mag zich sinds 2023 cultureel erfgoed noemen. Vandaar de uitbreiding dit jaar met de Sittard en het replicaschip van de Willem Barents. Klokslag 11 uur marcheerde Hosanna over de Zuiderhaven en daarmee werd de vlootdag geopend. Op het stadhuis sprak de voorzitter van de Bruine Zeilvaart over de stand van zaken. Over dit varend erfgoed zijn de nodige zorgen als het gaat om de veiligheid en bekostiging van het onderhoud. We vroegen de schipper van de Grootvorst of hij er klaar voor was. Ja, we zijn er klaar voor. We hebben alweer 3 weken gevaren met wat Duitse schoolgroepjes. Ja, dat was heel hartstikke leuk al. En hoe is het met de keuring verlopen? Want dat is natuurlijk hot item op het moment. Ja, het was even spannend, want wij wisten van tevoren ook niet zo precies wat er gaat gebeuren. Maar het was helemaal goed gelopen bij ons. Geen aandachtspunten? 1 puntje, maar dat was snel verholpen. Meer aandachtspunten voor het onderhoud zijn er voor de Sittard. Officier Jurjen van Hout spreekt zijn zorgen uit. We staan hier bij de Sittard, ons korpsschip. Je ziet ons korpsschip in hele mooie staat. Maar zoals je kunt zien is de Sittard niet meer wat het geweest is en wat we graag zouden willen. Wij zijn bezig met de crowdfundingactie om geld op te halen om het schip groot onderhoud te geven. En dat houdt in dat wij het water uitgaan hier in Harlingen. Dat wij proberen de hele zijkant weer helemaal netjes te krijgen. Dus we zullen met de hand alles moeten gaan schuren. Waar nodig is het houtwerk moeten gaan repareren. En volgens weer helemaal mooi spuiten dat het weer helemaal strak grijs wordt. Ja, nu liggen we hier dus achter de pofskraan. Vorig weekend hebben wij een weekend op Kolweren Zand gehad. Voor een museumweekend bij de Kaasematten. En dat was waarschijnlijk onze eerste en laatste vaarttocht van dit jaar. Omdat we dus droog gaan de werf op voor groot onderhoud. Willem Barents zelf is teruggekeerd van de Noordpool, want hij is op zoek naar vrienden. Het was een lange reis hè, weer uit de Noordpool vandaan, maar ja, we zoeken vrienden, want de club in de vereniging heeft een heel mooi schip en die wil ook gaan varen en die heeft ook onderhoud nodig. Dus daar zijn we nu een actie mee begonnen. Wordt vriend van Willem Barents, dus daar staan we nu ook voor vandaag en we hebben hier een kraam en het schip is open vandaag. Daar wordt ook gekookt met ratskug en bonen en de expo is ook open. Dus mensen, kom lekker langs. Klinkt goed. Is er nog een expeditie gepland? Op zich is er altijd wel een planning of een idee om te gaan varen. Maar de motor is met de maiden trip stuk gegaan, dus die is eruit gehaald, die wordt gerestaureerd. Want op zich mochten we wel naar de Noordpool, maar niet naar Makkum. Want het zijn andere regeltjes, want het is binnenwater. Dus we hopen dat de motor gemaakt wordt en dat we ook dus naar Zeil Amsterdam kunnen of naar Zeil Delfzijl of dat soort evenementen. Heerlijk actieve vereniging, de Waterscouts. Ja. Waarom staan jullie hier? Nou, wij proberen wat leden te werven. En wij hebben een super leuke, enthousiaste groep, maar er kunnen altijd meer kinderen bij. Ja. Nou, vertel eens, wat is er zo leuk aan de Waterscouts? Het is de uitdaging, het zeilen, de kanvuurstoken, van alles. Je doet elke week alweer het anders. Je zit, je doet wat je leuk vindt en brengt daar kinderen mee in het enthousiasme. Ja. De rest van de dagen ben ik bang dat ik ze nooit blijf verlangen. Zul die zeggen dat ik het nu en met deze zin heel dicht bij mij. Die volgt over mij. Ja, ik kom.
Het pontje Jonge Zeun, varend op zonne-energie, behoort niet tot het cultureel erfgoed, maar hoort wel bij de Harlingerhaven en maakt dagelijks rondvaarten. Zoals traditiegetrouw beginnen we elk jaar met de vlootdag in de Zuiderhaven. En we varen inderdaad dit jaar ook weer van april tot en met oktober. Oktober tot wanneer het mooi weer is. En van 12 tot 5 elke dag, 7 dagen in de week. Soms wat langer, als het mooi weer is, varen we s'avonds wat langer door. Of we beginnen 's ochtends wat eerder. Dat is maar net met allerlei weersomstandigheden of iets dergelijks te maken. Met de drukte, toeristen, noem het maar op. Dus ja. Prachtig weer, muziek, eten en drinken, oude ambachten en van alles te koop. Een heerlijke zomerse nautische sfeer hier in Harlingen. Burgemeester Ina Sjerps deed pogingen de Black Betty te dopen. Maar dat was nog niet zo eenvoudig. Zeggen ze dan niet driemaal scheepsrecht? De haven van Harlingen zal strenger gaan toezien op de veiligheid van de bruine vloot. Ieder varend schip moet beschikken over een geldig ILT-certificaat. De vele vrijwilligers van de Sittard en Witte Zwaan hopen op financiële steun met hun acties. En de schippers van onze bruine vloot op veel klandizie bij hun mooie tochten over de Waddenzee.